hartelijk welkom in deze viering. Het is vandaag het Pinksterfeest. Welkom aan ieder van u die hier thuis met ons meeviert. En net zoals de voorbije zondagen vieren wij hier vanuit de Jezuïetenkerk in verbondenheid met alle Mechelse parochies hier in Mechelen. Laten we dan deze viering beginnen met het teken van Gods liefde. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De voorbije tijd moesten we in ons kot blijven. We werden teruggedrongen op onszelf. We konden ook niet samenkomen om te vieren en ons geloof te beleven. Pinksteren is het feest van de apostelen. Zij komen naar buiten, geraakt door de geest en de inspiratie die uitging van het leven van Jezus, zetten zij ramen en deuren open en gaan naar buiten om te getuigen van hun geloof. Wij worden ook vandaag meer dan ooit uitgedaagd om geïnspireerd door de geest terug naar buiten te gaan, binnen de afgesproken regels. Het is onze verantwoordelijkheid om ons met onze ogen, oren, mond en hart open te stellen voor de inspiratie van Jezus en open te staan en te kiezen voor een nieuwe wereld. We dienen verder te bouwen aan onze gemeenschappen, waar we elkaar vinden in het geloof, binnen de nieuw afgesproken regels. Vele mensen hebben in deze moeilijke tijd het beste van zichzelf gegeven voor de gezondheid en het welzijn van allen. Ze hebben hun verantwoordelijkheid genomen. Hebben wij als kerkgemeenschap en als individu daarin onze verantwoordelijkheid opgenomen? Daarom bidden we om ontferming. Kyrie dan de God van liefde en trouw onze fouten en tekorten vergeven en ons op weg zetten naar nieuw en eeuwig leven, bezield door zijn Heilige Geest. Amen. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnia bonae voluntatis. Laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te. Gratias agimus Tuam, Domine Deum.
Laten we dan bidden. Gij, onzichtbare en toch nabije God, Gij die mensen bezielt en begeestert, zoals de eerlingen van het eerste uur, zo zijn wij hier samen. Wij bidden U, dat dan ook ons mag gebeuren wat hen is overkomen. Dat eerste vuur dat mensen verbindt, die storm die ons wakker schudt, de stilte die ons doet bidden. Laat die vonk dan omslaan, opdat wij gedreven mogen voortzetten wat Jezus ons, onder ons begonnen is. Vandaag en elke dag van ons leven. Amen. Eerste lezing. Lucas verhaalt in de Handelingen van de Apostelen hoe de Geest van God begint te leven in de volgelingen van Jezus. Wind en vuur zijn beelden voor de geest die aan het werk gaat. De leerlingen overwinnen hun angst en velen worden door hun woorden aangesproken en uitgedaagd. De taal die zij spreken komt uit de grond van hun hart en daarom wordt zij door iedereen begrepen. Uit de Handelingen der Apostelen. Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren ze allemaal bij elkaar. En plotseling klonk er uit de hemel een geluid alsof er een hevige wind opstak. Het huis waar zij zaten werd er helemaal van vervuld. En toen leek het of ze iets zagen als een soort vlammen dat zich als vuurtongen verspreidde en op ieder van hen neerkwam. Ze werden allemaal vervuld van de geest van Jezus en begonnen te spreken in vreemde klanken, zoals hun door zijn geest werd ingegeven. Er verbleven toen in Jeruzalem godsdienstig gezinde mensen uit alle delen van de wereld. Zij liepen te hoop en raakten weer enthousiast, want iedereen hoorde de apostelen spreken in de taal van zijn geboortestreek. En nog wel over de grote daden van God. Hoe komt het dat ieder van ons hen verstaat? Vroegen de mensen zich af.
Hier is volk van overal ter wereld. Vandaag zijn mensen door televisie met elkaar verbonden. Mensen uit Mechelen en omstreken, mensen van over de hele aardbol, mensen van waar dan ook. Allen mogen ze in hun eigen taal verstaan wat de Heer voor hen betekent. Van bij het begin van de kerk was het duidelijk dat mensen houvast konden vinden in wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Halleluja, 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 halleluja. De Heer zal bij u zijn. We lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen. Hij ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u." Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. En de leerlingen waren vervuld van vreugde toen ze de Heer zagen. En nogmaals zei Jezus tegen hen: "Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u." En aan deze woorden blies hij over hen. En hij zei: "Ontvang de Heilige Geest. Als je iemand zonde vergeeft, dan zijn ze vergeven. En als gij ze niet vergeeft, dan zijn ze niet vergeven." Tot hier de woorden van de blijde boodschap. Open de woorden die geschreven staan, door licht en over ons uw aan.
Goede vrienden, ons samenkomen hier, als het goed gebeurt en diep doorleefd gebeurt, heeft altijd een drievoudige inhoud. Eerst en vooral is het gedachtenis houden aan wat er ooit is gebeurd, aan dat eerste Pinksterfeest. Dat is het eerste. Maar het tweede is dat het ook vandaag aan ons gebeurt en verder gebeurt. Zij het niet altijd in dezelfde mate. En ten derde wordt er een garantie gegeven aan ons allemaal dat het in de toekomst verder zal leven. En voor ieder van ons. Vandaag vieren we het Pinksterfeest. Iets wat ooit gebeurd is. De leerlingen van Jezus hebben plotseling die geest te pakken. En er gebeuren ongelooflijke dingen. We hebben het in de eerste lezing gehoord. Hun angst maakt plaats voor vrijheid, voor de prachtige woorden van getuigenis. En hun droefheid, die wordt vreugde. Daar wordt kerk geboren. En het kenmerk daarvan is enthousiasme, blijheid, optimisme, liefde, vergevingsgezindheid, edelmoedigheid, de gaven van de geest die ook aan ons vandaag worden toegezegd. We lezen erover in de lezingen. Maar diezelfde gevoelens van vreugde, van enthousiasme, optimisme, liefde, edelmoedigheid, die beleven we elke dag. Telkenmale als er een klein kind geboren wordt in onze families of in ons gezin, dan ervaren we dat. De prachtige kracht van zijn liefde. En dan worden wij allemaal mensen vertederd door zijn aanwezigheid. Maar het leven is niet alleen geboren worden. Het leven gaat verder. En dat is het tweede aspect van ons Pinksterfeest. Hier wordt gezegd, wat altijd is geweest, is het waaien van de geest. Het gebeurt aan ons vandaag, aan u en aan mij. En dat is net het geval in onze liturgie van vandaag. Stel u eens voor dat het niet zou gebeuren. Dan zouden wij hier allemaal wat saai naar het televisiebeeld of naar onze computer zitten kijken. Nee, het gebeurt aan ons vandaag. En bij ieder van ons in een andere manier. In een bepaalde mate. Je hoort soms mensen zeggen, iedere keer worden mensen bewogen door vieren, door liturgie, door het lezen van de schrift. En dan, geïnspireerd door de goedheid van Gods liefde, gaan mensen anders leven. Dan worden ruzies bijgelegd. Zieken krijgen weer moed. En ook dat gebeurt aan ons vandaag. Maar het is ook zo in het leven van een familie. Het leven van Gods goedheid, van liefde voor elkaar, gebeurt niet altijd in dezelfde mate. Misschien zullen jullie als ouders wel denken en verwachten wat kinderen zullen moeten doen. En in zekere mate zullen ze het doen. Maar in een andere mate zullen ze andere wegen gaan. Wij moeten dat ritme van anderen proberen te beleven. Laten wij die kracht van zijn liefde, van zijn medegedragenheid ook in ons leven proberen waar te maken. En vrijheid geven. Het is niet ons stramien dat wij anderen kunnen opleggen. Het is God die niet zijn stramien oplegt aan ons leven. Hij nodigt ons uit met liefdevolle aanwezigheid. En dat is die kracht van de geest die aan ons vandaag gebeurt. Zijn liefdevolle aanwezigheid. En als we dat in een gezin proberen te beleven, dan breekt er iets nieuws door. Dan
wordt de kracht van Jezus Geest actief. Dan komt er liefde. Maar als je goed kijkt, na het Pinksterfeest is er ook de vervolging van de eerste leerlingen. Het staat niet in het evangelie. Er komen golven van haat tevoorschijn. En ook dat gebeurt van ons. Ook vandaag in deze wereld. Niet alleen hier in onze contreien, maar over heel de wereld. Het is aan al veel mensen gebeurd. Als je kijkt naar een bisschop Romero, dan zie je dat opstaan vanuit die geest, de vrijheid prediken en beleven, dat daar soms de dood op staat. Dan worden profetische woorden gefnuikt. Misschien moeten wij wat meer die profetische woorden proberen te spreken. En ik keer terug naar het gezin. Ook daar zal misschien wel kwaadheid zijn, omwille van het ritme dat niet gevolgd wordt. Maar misschien moeten we profetisch zijn, begeesterd zijn, om de kracht van zijn liefde zichtbaar te maken. Heel concreet, kijk met de ogen van God. Want als zijn geest in ons leven actief wordt, dan zal ook het kwaad overwonnen kunnen worden. En dat was toen en dat is nu nog altijd. En het zal nog altijd kunnen gebeuren. Maar de liturgie van Pinksteren heeft ook nog een derde aspect. Dat is dat er een garantie gegeven wordt. Dat de belofte wordt uitgesproken dat ooit de dag zal aanbreken waar iedereen, u en ik, zonder enige uitzondering, geïnspireerd zullen zijn door zijn geest, die geest van Gods liefde. Dan worden de gaven van de profetie duidelijk. Kinderen en grijsaards, slaven en slavinnen, allen zullen wij getuigen van zijn liefde. Ooit zal die dag aanbreken. Ooit. Eigenlijk is het nu al. Die dag breekt nu al aan. In midden in ons leven. Als wij ons hart durven openen. Elk liturgisch samenkomen heeft dus de drie elementen. Het oude gedenken. Het hier aanwezig weten en de belofte van toekomst. Laten we bidden dat de geest ons daartoe inspireert. Laten we vandaag die geest ervaren. Dan worden wij mensen van zijn liefde. En dan hebben wij die belofte. Er zal ooit alleen maar liefde zijn. Amen. En laten we dan recht staan om samen ons geloof uit te spreken. Ik geloof in iemand die ik nooit heb gezien en voor wie ik geen naam vind, tenzij God. Ik belijd hem als schepper en bevrijder. Ik geloof in Jezus Christus, geboren als een mensenkind zoals wij en tegelijk Gods welbeminde. Hij wil de mensen bevrijden van al wat verdrukt en vernederd. Doorheen leven, dood en opstanding leeft hij voorgoed in ons midden. Ik geloof in zijn vrijmoedige geest, die waait waar hij wil, structuren overstijgt en niet wil weg uit het hart van mensen die het vuur van het begin niet willen doven. Ik geloof in de gemeenschap van zijn volgelingen, allen die zijn boodschap hebben verstaan en altijd onderweg willen blijven van duisternis naar licht. Ik geloof in de voltooiing van al wat leeft, in de bekroning van al het goede dat nu al door mensen gedaan wordt. Amen.
En bid dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Gij, God, die mensen bezielt en begeestert, aanvaard dan onze gaven en kom hier in ons midden, dat we brekend en delend elkaar weten te vinden en ruimte mogen maken voor de geest van Jezus, die Gij ons hebt toegezegd, voor deze tijd en voor eeuwigheid. De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. Verheft uw hart. Wij zijn met ons samen bij de Heer. Brengen we dank aan de Heer, onze God. Is de dankbaarheid waardig. Laten wij de Heer dan danken om zijn geest die mensen samenbrengt en onze aarde nieuw wil maken. Zie ons aan, zend ons uw geest en hier zal de hemel aarde zijn. Wij wenden ons tot u die mensen bezielt en begeesterd, getekend als we zijn door hoop en vrees, nu eens ontgoocheld, dan weer in vuur en vlam. En wij danken u, omwille van Jezus van Nazareth, die ons tot op vandaag oproept en uitdaagt om in zijn geest een gemeenschap te vormen, waar we elkaar willen verstaan en willen bouwen aan een nieuwe wereld en een nieuwe aarde, waar allen tot hun recht en aan hun trekken komen. Gij God, die mensen bezielt en begeestert, wij danken u omdat de geest waarvan Jezus was vervuld ook velen heeft bewogen. Om uw bevrijdende boodschap frank en vrij uit te dragen, om uw liefde te delen met velen. Wij durven de taal van elkaar verstaan vanuit ons hart, want zijn geestkracht reikt verder dan letter en wet. Daarom willen we hem gedenken, in taal en teken, hem hier in ons midden brengen. Zijn geest weer kansen geven in onze gemeenschap hier en tot ver daarbuiten. Voordat hij de nacht is ingegaan en met de dood voor ogen, heeft hij voor ons een teken van zijn liefde tot het uiterste toegebracht. Toen heeft hij een handvol van zijn vrienden bijeengeroepen en heeft maaltijd gehouden. Toen heeft hij het brood gebroken en gezegd: neem en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Diezelfde avond heeft hij ook een beker genomen met wijn. Hij liet hem bij zijn vrienden rondgaan en hij zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. En zoals die leerlingen van het eerste uur zijn we hier samen en hopen we op deze Pinkstermorgen en bidden we dat er vreugde komt in ons leven en in heel de wereld. Met de tekenen waarin Jezus onder ons wil zijn,
gedenken wij alles wat hem is overkomen, in leven, dood en opstanding. Wij herkennen hem als de levende, die uw rechterhand geworden is. En wij herkennen hem in allen die zijn kracht uitstralen en uw geest doen herleven hier in ons midden. Om die geest bidden wij, bij alles wat is uitgedoofd en uitgeblust, versteend en verstard, dat zijn levenskracht mag doorbreken in ons en in alle die worstelen om een nieuw begin en om Pinkstermorgen voor onze wereld. Niet minder verwachten wij van u, Gij God, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot wie we nu bidden, zoals Jezus het ons leerde. Laten we dan samen verbonden met elkaar het gebed bidden dat Jezus ons geleerd heeft en dat ons tot broeders en zusters maakt. Niet alleen hier verbonden in deze kerk, maar ook over de media, de sociale media heen. Laten we als broeders en zusters samen bidden. De woorden die Jezus sprak op die dag van Pinksteren waren vrede. Mogen de vrede van God in onze harten leven, opdat wij vergevende mensen zouden worden, opdat wij mensen worden van zijn liefde, dat we zijn belofte hier en nu waarmaken en elkaar de vrede wensen. De vrede van de Heer zij dan altijd met u. En geef dan elkaar een teken van die vrede, ook in jullie huiskamer. Dit is het gebroken brood. Jezus Christus
die leeft midden onder ons. En dan bidden we, Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Mogen de geest en het lichaam van Jezus Christus ons bezielen in ons leven. Amen. Geest van God, daal neer als een vuur over onze gemeenschappen. Dat zij verbondenheid aan ervaren, ook in het nieuwe normaal. Dat geestdrift ons mag aansteken. Dat we de taal van de liefde spreken en verstaan. Dat we elkaar tot waarheid en vrede brengen. Geest van God, beziel ons. God, zie ons aan, zend ons uw geest en nieuw zal de hemel aarde zijn. Geest van God, daal neer over onze wereld, over alle mensen, om in deze tijd van onzekerheid nieuwe wegen te vinden en hoopvol elkaar te dragen en nabij te zijn. Geest van God, beziel ons.
Geest van God, daal neer in al die mensen die ons in leven en dood zijn voorgegaan. We denken aan Jeff van Steenwegen, de vader van zuster Anne, die gisteren begraven werd. En ook in het bijzonder aan de mensen die alleen en eenzaam gestorven zijn en die ons zoveel goede herinneringen hebben nagelaten. Herinneringen die hun leven levend houdt. God zie ons aan, zend ons uw geest en hier zal de hele aarde zijn. Geest van God, daal neer over onszelf als wij in stilte bidden wat ons ter harte gaat. En bidden we dan. Gij, nabije, Gij die mensen bezielt en begeestert, ook na deze viering zal het voor ons niet altijd gemakkelijk zijn om enthousiast te blijven. Maar daarom bidden wij u. Kom bij ons. Blijf ons inspireren om de juiste woorden vrijmoedig uit te spreken en om vindingrijk te handelen met durf en met doorzettingsvermogen. Blijf dan lichtend en voorvarend vuur. Vuur van het eerste begin dat we niet willen doven. Niet vandaag. Wij willen het beleven elke dag van ons leven. Amen. Beste vrienden, ik wil u allen danken die deze viering hebben mee mogelijk gemaakt. Ik ga geen namen noemen. Maar ik wil ook de mensen bedanken die met ons meevieren in deze moeilijke omstandigheden van corona. Laten we nog wat geduld hebben. Het komt eraan. We zullen het geestelijke mogen ervaren in onze eigen kerken. Binnenkort. Wanneer weten we nog niet. En er is nog iets. Met Pasen zijn er paaswensen geweest. Daar hebben we een traditie in. Maar ook de eerste leerlingen begonnen te verkondigen. Na deze viering zullen er Pinksterboodschappen zijn. Boodschappen over die Heilige Geest. Van de verschillende Mechelse parochies en van pastoor Jan. Blijf dus kijken, ook na het einde van deze dienst. En dan bidden we. Vragen we om zijn zegen. God, begeester ons, zoals Gij de apostelen het begeester toen op die dag van Pinksteren. Verdrijf met kracht van een eeuwige windstoot elk gevoel van onmacht, van angst en twijfel in ons hart. Raak ons met uw vuur, dat we enthousiast de handen in elkaar slaan en op straat durven gaan met uw droom voor alle mensen, om die waar en waarachtig te maken. En laat ons dan ervaren, onverwachts, misschien anders dan in het begin, dat Gij met ons iets nieuw begint. Daartoe mogen wij allen gezegend en behoed worden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ja, tot het einde der aarde, tot het uiterste, daar zal liefde zijn.